We come on this sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau Town. Wel, het is vandaag de laatste dag van Kom op tegen kanker. Dus we hebben hier nu 4 dagen. Ja, een animatie gehad. Mensen die hier 's morgens om 7 uur vertrokken en 250 kilometer gaan fietsen. Dus in zijn totaliteit eigenlijk 1000 kilometer kunnen fietsen en kom op tegen kanker. Vandaag is eigenlijk de apotheose dag, dus iedereen komt hier nu een feestje bouwen. Elk team kan bestaan uit 1 tot 8 personen die ofwel de volle 1000 kilometer zelf rijden ofwel, ja, als ze met 8 zijn, tot 125 elk rijden. En elk team, ongeacht het aantal personen, moest €5000 inzamelen om te mogen meedoen. Ik vind dat elke BV, elke Vlaming in feite, zijn engagement moet nemen voor goede doelen. En in dit geval Kom op tegen kanker. Ja, kanker is iets dat iedereen kan krijgen. Dus kijk, we voelen ons verbonden met iedereen. We laten de mensen niet los. Niemand. We komen op tegen kanker. Ik denk dat een maand of 2-3 geleden de stad Mechelen, KV Mechelen, heeft aangemaand om een ploeg samen te stellen. Malinois is toch het vlaggenschip van de stad, zeiden ze. En ja, als Malinois en fietsen samen gaan, dan komen ze al gauw bij mij uit. Dat kan ik wel begrijpen. En aangezien ik zelf te weinig fiets om dit aan te kunnen, heb ik gewoon aan mijn eigen wielerclub, waar ik voorzitter van ben, een paar man gevraagd. Iemand van Malinois, die vroeger al het Malinois Cycling Team had uit de grond gestampt. Die gevraagd om eigenlijk 8 man te zoeken in totaal. Ik heb die gevonden. En we hebben die gevonden. En het enige wat een beetje raar is vandaag voor ons, is dat een van die 8 4 weken geleden is overleden. Is er al veel opbrengst opgebracht vandaag? Ah, wel, vandaag is dat dus 267 ploegen aan €5000 per ploeg. Reken uit, dat is meer dan €1,3 miljoen. Dus dat is een fantastisch bedrag. En wordt dat besteed aan een bepaald onderzoeksproject? Of aan wat precies? Ja, dit is heel specifiek voor kankeronderzoek allemaal.